In deze aflevering van Chassé TV krijgt u de Making of Cats te zien. Een musical die in het Chassé Theater staat van woensdag 9 tot en met zondag 27 mei. Klassieke Cats is een musical van vele records. Het won de Olivier Award, Tony Award en de Molière voor beste musical. Was maar liefst 21 jaar lang in Londen te zien en 7485 voorstellingen op Broadway. Cats is dit seizoen op tournee door Amerika en Engeland en te zien in Japan, Hongarije, Polen en Taiwan. En voor het eerst als grote reizende productie in 14 Nederlandse theaters. Van Maastricht tot Groningen en van Enschede tot Den Haag. De première was begin oktober in het Rotterdamse Nieuwe Luxor Theater. Laat de katjes even in het donker blijven, hè? De rode loper wordt betreden door vele bekende Nederlanders. Waaronder een aantal die al eerder in Cats in Nederland te zien waren. Heel spannend, heel leuk. Ik heb het al meer dan 1000 keer gespeeld. Ik ben ontzettend gespannen vanavond. Voordat de tour kan beginnen, zijn er eerst 6 weken repetities in een lokaal in Amsterdam. Omdat Cats een van de meest intensieve musicals voor een danser is, zijn de repetities niet gemakkelijk. Even wennen in het begin. Ik heb lang niet meer echt gedanst. Dus ik zit zoals je ziet. Het is nu pauze. Nee, het was gewoon even wennen. We zijn er nu rustig komen erin en we zijn bijna klaar met het stukje ervan van het repeteren. Maar leuk. Het is toch wel weer leuk om eventjes te dansen. Ook tussen dansers weer te staan en echt te proberen om het weer zo perfect mogelijk te maken. Cats wordt in Nederland ingestudeerd door Christine Cartwright, die al meer dan 20 jaar aan de musical verbonden is. In mijn herinnering doet mijn lijf het beter. Dus dan denk ik, oh, dat been zit daar. En dan kijk ik omlaag en zit dat been daar. En denk ik, oké, goed. Is de kat bij de stad Schouwburg? Zichzelf stelt dat heerschap, vergeet dat ik zeur. Ja, het is ontzettend leuk. Het is echt als iedereen gelooft dat ze een kat zijn, dat is al lastig genoeg hoor. We hebben ook wat sessies aan gewijd. Maar dan kom je in een soort fantasiewereld en dat is zo ontzettend leuk. En daar is alles zo anders. Dat is wel fantastisch. Daar wil ik wel flik verzweten en hijgen. Geloof me, dat doe ik. Nooit vergeet ik. Tijd dat ik nog begrijp. De muziek voor Cats werd geschreven door Andrew Lloyd Webber en voor het eerst concertant in 1980 opgevoerd op zijn eigen Sidmonton Festival. De tekst komt uit de gedichtenbundel Old Possum's Book of Practical Cats van T.S. Eliot. Cats was
wasn't a really an impossible idea, you know. It was just that it was just a whole set, selection of wonderful verse that I decided I'd like to try and see if I could set to music, because I never really worked that way round before. When I had written Superstar and Evita and Joseph and the Amazing Technicolor Dreamcoat with Tim Rice, he tended to put the words to the music afterwards. And so I just, for my own interest, I thought, I'll try and set these poems. Maybe we'll have a kind of concert piece or something. I knew them from when I was a kid. My mother used to read them to me, and then I used to love them anyway. I often used to just read them in bed and think, you know, that these are so very, very brilliant pieces of verse. Het is enig in theater. Het hele set is mooi. Het is heerlijk om op die vuilnisbelt te staan en om allemaal een beetje te voelen wat er mogelijk is. Om elkaar uit te kunnen lachen in kostuums en pruik. Het is ook erg belangrijk om dat even gedaan te hebben voordat je de show gaat spelen. Want dan heb je dat tenminste gehad, dat stadium. Nee, het is hartstikke lekker. Er zijn ongeveer 36 pruiken in de show en totaal zijn het er een stuk of 90 met alle andere studies. Het zijn pruiken van jakhaar gemaakt, dus wel wat steviger dan normale pruiken met echt haar. En ze hoeven niet, ja, jakhaar, dat is een koe met van die lange haren op de buik en daar worden de pruiken van gemaakt. Het voordeel ervan is dat van het jakhaar dat het beter in model blijft, maar het nadeel ervan is dat kleurstoffen niet echt helemaal tot haar binnendringen. Dus als we het vaak wassen en veel producten met alcohol erin gebruiken, dan verschieten ze snel van kleur. Dus daarom merken ze iedere dag bij en worden ze niet vaak gewassen. Alle pruiken zijn met de hand gemaakt. Per pruik worden ongeveer 300.000 haren gebruikt. En het duurt ongeveer 2 weken voordat er 1 pruik af is. Ik zweet heel erg tijdens deze show, dus ik ben nu ook heel uitbundig aan het poederen in de hoop dat het blijft zitten en anders ben ik gewoon die kat die er zo uitziet. Ik kan er niets meer van maken, maar ik ben helemaal niet zenuwachtig, gelukkig. Nou, make-up vind ik altijd het minst prettige, hoewel Thomas zijn uiterste best doet en het ook heel perfect doet. Hij is al veel sneller dan de vorige keer. En ja, het verder, het spelen en het zingen en omgaan met de jonge mensen vind ik ontzettend inspirerend. En ja, het is heerlijke muziek, het is een fantastische musical, dus ik geniet met volle teugen. Nou, de eerste keer dat ik het gedaan heb, heb ik er 2,5 tot 3 uur over gedaan. Maar die tijd hebben we vandaag niet, dus ik ben iets wat gestrest. Kijk maar, natte zweethanden. Maar ik hoop... Ja, ze zeggen dat het uiteindelijk in een half uur tot een kwartier kan. Dat geloof ik niet, maar ja, ze zeggen het. Ik ben klaar! Bij iedere voorstelling worden 200 potten smink gebruikt, wat neerkomt op een pallet smink per maand. Daarnaast worden 30 paar handschoenen, 50 kattenstaarten en 100 paar schoenen gebruikt. Overigens zijn alle kostuums met de hand beschilderd. De Nederlandse Cats ging in 1987 in Amsterdam in première. De cast was een kweekvijver voor nieuw musicaltalent. Corien Boon, Debbie Jenner, Fons van Kraai, Pia Douwes en Stanley Burleson maakten allemaal hun musicaldebuut in Cats. Ik zat op het VWO en ik deed een beetje dansles, ik zong een beetje in schoolband. En toen ben ik auditie gaan doen voor de musical Cats. Toen werd ik aangenomen.